rest van Nederland. Het genre hiphop is hier al vol aan de gang. Iedereen is al druk bezig. Ik heb mijn 50 cent ketting op. Dus ik zeg, peace out, bitches. Toer is fok op, s'avonds naar de stad met de vriendinnen weer de hort op. Een slok op, rode lippen stift, rosse wangen tegen boys, zeg ze rot op. Mike scannen die hangen mee, ze dansen tafels en stoelen en neemt de tent mee. Personeel, eigenaar, daar is ze bekend mee. Neus omhoog, schouders naar achter. De finales van de Grote Prijs van Nederland. Zaterdag 10 december, Paradiso en Melkweg, Amsterdam. Rock Alternative. Hip-hop. Singer-songwriter, dance producers. Nou, ik sta hier met MC Complex, de host van vanavond. Yes, yes, yes. In de hip-hop categorie dan. Hoe lang doe jij dit al? Nou, ik ben best wel een aantal jaren de host geweest. Ik heb het zeker iets van 8 jaar gedaan. Vorig jaar heb ik het ook weer gedaan. En ik heb nog een paar keer voor tv gedaan. Dus dat was heel leuk. En ik heb veel artiesten zien komen. En zien gaan. En zien gaan. En zien vallen. En zien vallen. Maar ja, eigenlijk de meeste artiesten die hier in de finale komen, die hebben toch wel een bepaald hoogtepunt bereikt, waardoor ze toch kunnen doorstromen. En de nieuwe acts, de nieuwe lichting zijn voor het nieuwe jaar eigenlijk. Heb je al stiekem een favoriet? Of wil je dat niet zeggen? Mag wel. Nee, dat vind ik moeilijk. Ik heb niet alle voorrondes. Ken je alle acts? Nee? Ik ken bijna alle acts. Ik heb heel veel al gezien op verschillende avonden waar ik ook moest presenteren of hosten. En ik ken een aantal van de artiesten ken ik al jaren. Zanilia bijvoorbeeld, die kwam bij Live on the Low, dat is de avond die ik in de Winston doe. Kwam zij 10 jaar geleden voor het eerst met de vraag van, ik wil rappen. Weet je? En, ja, dat is er echt gelukt hoor. Dat is er ja, echt gelukt. Zeker. En Moulou bijvoorbeeld, die kwam van Groningen. Die heb ik vorig jaar gezien in New Attraction Festival, waar ik ook presenteerde. En daar had hij een prijs gewonnen, is ook bij Live on the Low geweest. En nu een jaar later staat hij gewoon in de finale. Hier, ja, dus heel vet. Dus een heleboel van de artiesten die ken ik en je ziet iedereen groeien. Ja, je wordt hier bijna weggetrild hier in die kelder hieronder. You gotta be here to feel it. Je weet wel, in de catacomben, daar gebeurt het gewoon. Dus helaas mensen die er niet bij zijn geweest. Ja, yeah, nou. Zonde. Nou, heel veel succes. Dankjewel. En heel veel plezier vooral. Dank jullie. Oké, dankjewel. Wie komt er harder dan dit? Links, wie komt er harder dan dit? Nul dan maar drie, tot de dood ik rip. Rip, 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 rip. Nu kunnen we zien hoe de harten spit. Jouw dood nog op, rang, rang op dit. Geen poppenkast, geen bang, bang dit. Ik leg dit blad, Bobby, bang, bang, tje. Zullen we nu eten, je weet ik rip. Rust in vrede, pis op je kist. Pis op je kan ik eten. Nou, Okriai hier naast me, hoe ging het? Ja, ging goed. Ja, het was echt heel vet. Ja. Want je moest als eerst natuurlijk. Ja, dat was goed gegaan. Mijn adrenaline is eruit. Ik heb alles eruit gegooid. Nou, je hebt hem in ieder geval goed geopend. Jij hebt hem goed geopend. Ik heb hem goed geopend, toch? Wat gebeurde er nou precies? Jij kwam op, jij begon en toen? We hadden dit bedacht. Ja, ik gooi dus mijn mic op de grond. Maar ik had het zo bedacht. Dat deed je expres? Ja, snap je. Nee, tuurlijk. Precies, want als ik gewoon mijn mic op de grond gooi, denken ze, ik weet het niet, wankel showtje worden. Kan je alleen maar harder komen. Dat is het plan. Dat is waar. Dat is het plan. Ja, ja, want jullie hebben het niet alleen gedaan, natuurlijk. Nee. Laten we even iemand erbij roepen. Jullie producer. Ja. Hallo, J-Star. Hallo. Want jij bent de producer van Omriai. Ja, toch? Omriai. En hoe hebben jullie dan elkaar zo leren kennen? Hoe is dat gegaan? Zou ik dat verhaal van die vakantie op Honduras vertellen? Ja, vertel maar. Ja. Heel benieuwd. Gewoon in de studio in Honduras hebben we elkaar leren kennen. Nee, jij we komen allebei uit Amersfoort. En Amersfoort is niet zo groot en er zijn veel mensen met muziek bezig, maar die komen elkaar vroeg of laat altijd tegen. En hij was al een tijdje onder download met muziek, maar hij wou weer gewoon terugkomen. Toen kwamen we net op dat moment elkaar tegen en hij dacht van ja, deze beats zijn wel vet. En, toen klikt het gewoon helemaal. Ja, toen zijn we gewoon gaan bouwen en toen klikt het steeds meer en dit is dit is het resultaat. Nou, mooi toch? En hoe schat je je kans in? Ja, ik ben tevreden. Jij bent heel positief, hè? Ja, maar zoals hij zegt, weet je, gewoon 100%.
We horen wat er straks gaat gebeuren, weet je. Precies, nou je hebt je best gedaan, meer ja, kan je niet doen. Ik vond het er in ieder geval fantastisch uitzien. Nou, dankjewel en ja, veel plezier nog verder, hè? Ja, thanks. Ja, oké. Oké, dankjewel. We hebben net naar jullie performance gekeken, Makkie en Krank Joram. Hoe ging het? Het ging geweldig, man. Ik mag echt niet klagen, man. Het was precies zoals ik in gedacht had, man. Ja, want jullie zijn de jongste deelnemers. Ja. Denk je dat dat een voordeel is of een nadeel? Denk je niet dat mensen gaan denken van, nou, die hebben nog niet genoeg ervaring? Ja, ik weet niet. Aan de show het zou niet aan de show liggen, weet je. Het ziet er niet onervaren uit, lijkt me. Nee, zeker niet. Zeker niet. Veel gedanst van de mannen. Veel gedanst. Hoe is dat om te dansen? Ja, zolang je de energie krijgt, is alles gek. Gekke werk. Ja, ik vind het echt knap. Dansen, zingen bij elkaar. Hey, jij ging crowdsurfen, hè? Ja. Wil je net zo goed als Willem worden van de opposit? Die kan het staand, hè? Ja, beter, man. Ik wil ook met mijn handen. Ga je oefenen? Dan, om mijn handstand. Ja, handstand. En dan flikflak, koprol, halfschroef. Zou ik doen. En iets hoger dan Aquasi. Nou, gaan jullie nu kijken naar de volgende act? Nee, ik ga eerst even bijkomen, dan gaan we wel checken. Nou, helemaal goed. Nou, heel veel plezier. Yes. Dank je wel. Yes. One, two, three, DJ! Girls, together now. Ze zijn niet klaar. Ze hebben nothing on me. I salute you, my crew and my army. Verschil moet er zijn, Laurel Hardy. Stick on your body, tattoo at Hardy. I come through with the spirit of Bobby. James Brown on the track, shit is funky. Killing you softly, like a Fuji. Hip hop hooray, my nation is naughty. My lights, geef me meer. Horns and drums, geef me meer. Oh, Sanilja, wauw, in één woord, wat geweldig, hoe voel je het? Ik moet het naast zien, maar ik voel me nog high. Ja, nog steeds? Ja, maar ik kreeg heel veel liefde. Je was zo zenuwachtig. Ja, ja, heel veel liefde. Jij hebt echt iets met liefde. Ik heb voor iedereen gevraagd om mee te doen, maakt niet uit waar je vandaan komt. We zijn hier niet met een wedstrijd bezig, het is een wedstrijd, maar we geven liefde. Dus. Ja, daar gaat het om. Maar er zijn heel veel dingen aan jouw show of aan jouw optreden wat zo bijzonder is. Ten eerste heb je al van die blazen, blaasorkest heb je mee. Ja. Dan ben je ook nog eens een vrouw. Ja. Dan heb je ook nog eens rood haar. Ja, sorry, dat moet toch En dan echt speel ik ook erbij. Nog eens piano. Ja, prachtig vond ik het. Maar dat was de eerste keer dat je dat deed? De eerste keer dat ik gelijk zit op de Rock Academie. Dus ik heb het net pas onder de knie. En dat wou ik gewoon echt delen. Ja, dat vandaag. Was echt geweldig. Maar mensen waren ook gewoon echt doodstil ervan. Ja, iedereen was stil. Iedereen was ook shh. Dus ik dacht, oké, yes. En dat was speciaal voor jou. Vader, vader. Die is vorig jaar overleden. We konden hier dan zo een beetje laat. Ja. Maar nou, wauw, echt meer kan ik niet zeggen. Hoe is je gevoel? Wat denk je? Ik heb geen flauw idee. Mijn gevoel is niet heel goed, omdat ik denk, shit, ik was een beetje de weg kwijt af en toe. Mogen we shit zeggen? Dat doen we gewoon. Sorry. En dan zei ik het nog een keer, maar geef niet. Ja, maar zo leuk, hè? Ik ga het publiek in en dan ga ik kijken wat iedereen zegt. Ja, nou, ik denk dat je alleen maar positieve reacties krijgt. En de volgende is aan het optreden, die wil je ook nog zien, toch? Ja, die wil ik nu gaan zien. Dus ga lekker genieten, nagenieten. En ik hoop echt voor je. Oh, ik mag natuurlijk geen partij kiezen, maar omdat we vrouwen zijn, ik hoop dat je wint. Vrouw onder elkaar. Dankjewel. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Alles wat ik doe, komt direct op zijn plek. Doe wat ik moet doen, als de vloer zit verzekerd. Move van mijn kom, want ik voel die vervelend. Ik ben zo dood, maar niet uit wat ik zeg. Alles wat ik doe, komt direct op zijn plek. Doe wat ik moet doen, als de vloer zit verzekerd. Move van mijn kom, want ik voel die vervelend. Nou, eenduidig komt net van het podium af. Hoe ging het? Ja, ging goed. Naar mijn gevoel ging het heel goed. Het publiek reageerde heel goed, dus ik ben tevreden over de show.
Ja, het ging fantastisch volgens mij, toch? Ja, heb je het gezien? Nou, ik heb de hele tijd naar jullie zitten kijken. Tuurlijk. Vond je het fantastisch gaan? Ik vond het helemaal Dan was goed. Het fantastisch. Want dit is niet jullie hebben al eerder een prijs gewonnen, toch? De grote prijs van Zuid-Holland. Ja. Hoe hebben jullie die gewonnen? Door op te treden. Ja, maar hoezo, wat maakt jou anders dan de anderen? Ja, nou, dat is heel dat is raar voor mij om te zeggen. Ik weet dat niet. Wij maken onze eigen muziek, we doen ons ding, we doen onze shows. Het is misschien smaak, misschien kwaliteit. Ik weet het niet. Ik ga niet over mezelf zeggen van ja, ik was volop beter. En nou, ik was ja, dat mag toch, want je hebt toch gewonnen? Ik heb gewoon Ruina gezet en het is klaar afgelopen. Zelf. Mensen hoeven niet te komen testen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nou, bij deze. Maar wat denk je dat je vandaag net zo goed hebt gedaan als toen? Ik vond ons vandaag beter dan in de grote prijs van Zuid-Holland. Het was echt energieker en ik ben over mezelf eigen punten heen gegaan. Dus het hangt er vanaf hoe het petje staat van de juryleden. Wij kunnen niks meer zeggen. Ik ben heel blij met dit optreden. Het is grote kans dat jullie weer winnen. Als het aan mij ligt, heeft niemand anders kans. Maar het ligt aan de juryleden. Ja. Het ligt aan de juryleden. Dus. Allee, een vraagje nog aan jou. Tussen al deze mannen, hoe hou je dat vol? Ja, blonde maagd, heilig maagd Maria, hoe hou je dat vol? Het is gewoon hartstikke gezellig. Je rockt gewoon lekker mee. Ik rock gewoon lekker mee. One of the guys, inderdaad. Kijk, zo moeten we het hebben. Nou jongens, heel veel plezier verder nog. Yes. En succes, ik ga duimen voor jullie. Ja. En ja, ik ben Moelo en ik weet. Wat zo? Laat me nog één keer introduceren. Moelo is de naam, mag je me niet gaan onderweren. Mag je me wel een zorg proberen mis te leren. En je bent mijn moeder niet, dan heb je toch echt de verkeerde. Kijk, je moet het niet verkeerd interpreteren. Ook ik al hedendaags met boeven in schaapskleren. Hier een schapenschidder, ik ben eerlijk. En mensen de meeste lui gelijk het teren. En jouw shit is niet te verteren. Escalatie, plus ik maak geen spatie. En wat godsmisselijk van al die Moelo praatjes. Hij is 19 jaar, klapt zo vaak met zijn kaken. Nou, ver, hoe ging het? Ja, daar heb ik nog niet eens met Martin over gehad. Dus het optreden. Nou, spreken jullie met elkaar dan? Ik vond het wel lekker gaan, of niet? Ik vond het ook, ja, inderdaad. Ik vond het lekker gaan. Ik was heel erg buiten adem. Omdat ik mezelf heel slecht hoorde over de speakers. Maar. Wel een goed gevoel? Ja, ik heb een goed gevoel. Ik heb geen gevoel van, het ging zo blablabla. Maar ik heb een goed gevoel. Geen slecht gevoel. En jij, hoe vond jij het gaan? Ik vond het ook wel goed gaan. Wel goed. Klinkt niet als de aankomende. Ja, precies. Klinkt niet als de aankomende winnaar van de hip-hop, van het hip-hop genre van de grote meisje. Ik kon ook een beetje. Je hebt alles gegeven, toch? Ja, sowieso. Dat sowieso. Sowieso. Nou, jongens, ik vond het sowieso echt heel goed gaan. Ja, meer kan ik niet zeggen. Heb je gezien? Ja, tuurlijk. Ik kom toch altijd kijken. Je was hier beneden. Nee, ik moet toch weten hoe het gaat. Ja. Weet je wat ik ook wel cool vond? Jij hebt een nummer. Jij zei op een gegeven moment, jullie weten allemaal misschien niet wie Moelo is. Ik denk, ga je nou gewoon een heel verhaal vertellen over wie je bent? Maar daar heb je een lied van gemaakt. Dat vond ik wel vet, hè? Ja, dat is inderdaad. Dat is een leuk nummer die ik ooit heb gemaakt. Dus als ik mezelf vraag, wie is hem? Dan speel ik gewoon het nummer. Ik vind hem koning. Nou jongens, ik ga voor jullie duimen. Heel veel plezier nog hier verder. En wie weet spreken jullie straks nog als jullie de winnaar zijn. Ik ben gefocust, geen tijd om te spelen. Gedreven door mijn verleden. Ik wil niet meer zo blijven leven. Ik zet naar succes en niet naar de paper. God, hoor ik in smeken. Alsjeblieft, geef mij de kracht om deze laat te breken. Morgen komt het goed, ik weet het zeker. Ik blijf voor mijn instinct en God rekenen. Het kan niet voor altijd blijven regenen. Ooit moet de zon opkomen en schijnen zoals in mijn dromen. Mams, het komt goed, maak je geen zorgen. Ik zal ervoor zorgen dat morgen een betere dag wordt. En blijf gaan strijden totdat mijn hart stopt. Hey. Nou, Flyber, hoe ging het? Ja, ging goed. Ging het goed? Ja, ik ben tevreden, ja. Ja. Hoe deed het publiek mee? Mee, goed, leuk. Ja, ik stond tussen, we gingen helemaal los. Ja, tuurlijk. Ja, dan ging alles goed dan. Ja, ja. Je hebt ter promotie van de grote prijs heb je een nummer uitgebracht. Ja, klopt. Hoe heet het nummer? Ik heb AJ uitgebracht. Ja. Denk je dat het je gaat helpen om te winnen misschien wel? Misschien heb je het wel helemaal niet meer nodig om te winnen? Ja, winnen misschien niet, maar het helpt wel gewoon qua naamsbekendheid en dat heb ik even nodig, ja. Je hebt hem ook Ik heb hem net ook gedaan, toch? Ja, precies. Want jouw backup MC is je broer, toch? Ja, klopt. Hoe vond jij het gaan? Oh, goed, super.
Super. Geen woorden verder meer? Ja, goed, super. Denk je dat je een goede kans maakt? Ik denk het wel. Denk het wel. Ja? Ja? Ja, nou, ik ben hartstikke benieuwd. Ja, ik vond het sowieso... hoe schat je je kans in? Maakt niet eens meer uit, man. Ik heb zo'n geweldige show gegeven. Jij denkt grote prijs, grote groep. Volgens mij heb je de grootste groep van allemaal. Ja, klopt, dat hoorde ik, ja. Dus die grote prijs past in ieder geval wel bij jullie. Nou, ik wens jullie... Ja, toch? Ja, hoe vond jij het? Hoe vond jij het gaan? Heel goed. Ik vond het echt helemaal te gek om op het podium te staan met deze gasten. En de energie was gewoon echt super en de vibe. Allemaal mannen. Ja, nou, dat is toch altijd goed? Maakt het niet uit. Hartstikke leuk, joh. Ja. Nou, helemaal goed. Nou, jongens, ik ga echt voor jullie duimen allemaal. En misschien spreek ik jullie straks nog als jullie hebben gewonnen. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Jongens, veel plezier. Dankjewel. Zijn jullie klaar voor de uitslag? Nog niet. Deze gaat uit naar iedereen die meedeed. Ah, die 6 finalisten. Zijn 6 harde werkers. Je ziet me? Run met jou. Mandela. All right. Listen. My mother say, Kali, why you dey out of rota or salah? Me say, Mumbi, cause me money it narrow. Hey, me say, me money it narrow. Poopa say, Kali, why you always so busy with this? Me say, Poopa, can me money in a run? Hey, me say, me money in a run? Me money in a run? Me Amsterdam, me when the millions there, Kali, what fi there, yo? Wow. It's a serious time, and we no play. Me bank book coffee fat anyway. Yeah. Me want more money, me Amsterdam. Me want fi fit serene and many day, yo. Wow. It's a serious time and we don't play. Millions of be coming anyway, yo. My story this. Make some noise for Kali Boy! DJ Ja! Yeah, man. Wow. Wow, 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 wow. Grote prijs, baby. Alle artiesten die komen op het podium te staan. En we gaan beginnen met de prijsuitreiking, jongens. Yeah! Oh! 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 It's bigger than him. 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 It's bigger than him. 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 Yeah! Grote prijs, baby! Oh, wow. Licht uit, spot aan. De winnaar van de Grote Prijs van Nederland 2011 is... Sonny!
ik wel. Het is toch echt zo. Ja. Wat ga je nu doen? Wat ga je ik nu ga nu doen? Het publiek in. Jij gaat en nu met zeker iedereen vieren. Ja, dat ga en daarna, doen. En daarna. Oh, mijn single uitbrengen, album uitbrengen. Op Noorderslag staan! Sorry, dat wou ik zo graag. Die energie komt er gewoon uit. Sorry, ik was zo graag op Noorderslag. Beker op de achtergrond. Kijk, het is ook wel echt een mega beker. Ja, en natuurlijk je videoclip bij ons. Ja, bij videoclip. Oh, ik weet al welk liedje. Ja, geweldig. Ja. De MC komt eraan. Ja. Iedereen feliciteert je. Ga lekker genieten. Ga je met rust houden. Gefeliciteerd. Dankjewel, wist jij het? Nee, ik wist het niet. Oh, jij zag ik zag het ook op het scherm, op het moment. Jij wist het ook ik wist niet. Helemaal niks. Dus ik sta daar ook gewoon met mijn quotekaartjes in. Sorry, Irie, ik dacht jij hebt het hierop staan. Maar het was heel spannend, want er waren goede shows. Ja, nee, Flybro was keihard, goed. 130 was keihard, iedereen Lucky kwam was hard. Ogri kwam keihard. Iedereen was hard vanavond. Iedereen was hard. Iedereen heeft uitgepakt. Maar damn, yeah, you were a strong winner and she deserves to win, man. Ja, that's what I'm saying. That's what I'm saying. Zanilja, y'all, big up! Thank you. Dankjewel. Yes, en nu gaan we feesten, mensen. Ja.